een stukje voor de krant aan het schrijven, Simon? Nee, dit keer tegen de krant. Als ik het nog wel je moet faxen, dan moet ik het nu geven. Ik geef het liever persoonlijk even af. Maar als ik nog wat moet uitleggen. Een goed geschreven artikel spreekt voor zichzelf. Dat spreekt vanzelf. Zeg ik. Maar misschien moet ik het nog verdedigen. Lijkt me nogal lastig. Welke krant plaatst nou een artikel dat tegen ze is? Ik weet niet waar jij naartoe wilt. Ik hoef toch niet alles te vertellen? Komt dat even goed uit? We hoeven ook niet alles te weten. Speak for yourself. Oh, moeder, Thijsje wil wel graag alles even weten. Mam, als je dus met mij mee wilt rijden... Zolang onze eigen oude trouwe blauwe roze nog steeds maar niet klaar is... blijf ik liever in mijn gezellige Japannetje tuffen. Mam, ga even zitten. Ik moet weg. Onze blauwe roze is niet meer. Ik dacht dat je weg moest. We zullen ons voortaan met de witte Rolls-Royce Corniche Comfortable moeten behelpen. De garage heeft aangeboden donkerblauw te spuiten en meer kunnen ze niet doen. Wat is er met onze eigen trouwe... Mooie eigen oude trouwe blauwe Rolls gebeurd? Gezellig, Robert. Die, is naar de Ratsmodee. Dan gaan wij daar nu ook heen. Om hem daar op te halen. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat. Waar het op staat. We zijn weer thuis. Om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat. Geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. En waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis en het is weer raak. Het is weer feest of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Onze garagehouder had hem tijdens onze vakantie even uitgeleend. Dat heeft hij niet overleefd. Oh, onze garagebaas. Die is niet dood, nee. Maar hij heeft er wel een halve hartaanval aan overgehouden. Zo heeft hij het zich aangetrokken dat onze auto... naar God is. Onze Rolls is een echte, oude, onvervangbare, unieke Rolls. En die kan niet stuk. Je hebt er onze oude eikenboom nog mee geveld. Hij is nu gebruikt in een filmopname. En daar zou papa's auto niet tegen opgewassen zijn? Het betrof een nieuwe film van Dick Maas. Van Amsterdam net. En Ma Vlodder, weet je nog wel? Oh, maar wat daar allemaal kapot gaat, dat is toch alleen maar van bordkarton? Dat is allemaal echt, man. Dat acteren, dat is eigenlijk het enige onechte in die films. Onze auto heeft misschien een paar schrammetjes opgelopen. Een achtervolging in een nauwe, bochtige tunnel? Nou, misschien is die dan wel wat verwrongen. Dat is in die films vooral met dialoog aan de hand. Hoe erg die er ook aan toe mogen zijn. Dat is weer heel erg. Ik wil Karels oude Rolls terug. Hij was er zo trots op. Ik word dan flink zoeken op de Veluwe. De Veluwe. En vooral ook flink puzzelen. In papa's bureau ligt nog een hele mooie uitgebreide oude stafkaart van de Veluwe. Ik weet er het fijne niet van. Het fijne? En ik zie er ook het lollige niet van in. Mijn vaders mooie wagen. Ik heb het ook maar gehoord. Maar bij wijze van klapstuk schijnt de Britse generale mee op een mijn gereden. Een humoristische thriller in de schaduw van de golfoorlog. Mam, mam, die witte zijn we echt veel beter mee uit, mam. Mam, geloof me nou. Met wie kan ik meerijden? Ik heb geen tijd als er maar wielen onder zitten. Hoe komt iedereen toch altijd weer aan een doel in het leven? Ik heb geen reet te doen. Komt natuurlijk door die stomme erfenis die mij onvoorwaardelijk boven het hoofd hangt. Govert komt op een goede dag thuis met de mededeling dat hij moet trouwen. Ik schrok mij wild, maar hij moest alleen maar meteen een miljoen hebben, want hij had zich ingekocht in een computerfirma met een ongedekte cheque. Wat moest ik doen? Goede raad was duur. Zoek gauw even een meisje dat jou geschikt lijkt voor me uit, leek Govert de oplossing. Dan trouw ik meteen en kan ik over mijn erfdeel beschikken. Wat denk je wel? Ik denk dus dat wij dit moeten uitgeven. Dat staat hier. Dat wij dit moeten uitgeven? Nee, dat staat er niet. Waarom zeg je dat dan? Omdat het er staat. Er staat hier... Ach, stik. Nee, dat staat er in geen geval. Ik kan nog geen dingen lezen die er niet staan.
Waarom zou ik? Om het belachelijk te maken, omdat jij het er niet mee eens bent dat wij dit uitgeven. Lijkt mij zo al belachelijk genoeg. Ik wist overigens niet dat mijn oordeel er iets toe deed. En weet de drommels goed dat onze directeur uiterst gevoelig is voor jouw Wat oordeel? Denk je wel, riposteerde ik. Oh ja. Moet ik nog verder gaan? Klein stukje nog. Maar waarom eigenlijk hardop? Drinkt het misschien beter dat je door? Want mijn zoons moeten helemaal zelf weten hoe zij, met of zonder wie ze maar willen, gelukkig denken te kunnen worden. Dat ze met hun keuze hun erfdeel kunnen verspelen, is alleen maar bedoeld om hen daarbij te behoeden voor lichtvaardigheid. Wacht even. Is dit echt uit het echte leven gegrepen? Wis en drie. En die Govert? Govert, Simon, Thijs. Alle drie zitten ze te wachten op hun miljoentje. Pick your choice. Bedankt voor de tip. Maar ik moet je wel zeggen, Hattie, dat er al heel wat kapers vergeefs op deze kust zijn geweest. Valt wel wat te rollenbollen. Maar krijg je daarbij trek om ook het geld te laten rollen, dan zal je voor het innen van die cheque stadhuiswaarts moeten hollen. Want moeder is misschien wel gek, maar laat niet met zich sollen. Hoe? Het is een gave. Moet ik jouw rol in die operatie zien? Nou, kijk. Als jij nou hier, met je volle gewicht, figuurlijk, hè, overdrachtelijk, daarachter gaat staan en het er bij de directie doordrukt. Maar... Nou, dat doe nou niet net of je niet weet hoe je die oude geile beer van Rossema moet pakken, hè? Ja, bij mijn sollicitatie leek het me wel dienstig het over die boeg te gooien. Maar sinds ik hier eenmaal ben aangenomen, blijft hij maar aandringen. Van Rossems troost word ik hier al genoemd. Hier je kans om daar een punt achter te zetten. Als jij bewerkstelligt dat uitgeverij van Rossum deze Nel van der Hoed Smulders op de fondslijst plaatst, dan kan ik als haar toegewijde redacteur en vertrouwensman een goed woordje voor jou doen als jij met een van die zoons gaat aanpappen. Ja, maar wat voor belang heb jij hier nou bij dat dit prutswerk hier wordt uitgevoerd? Ah, Nel. Hattie hier zegt net, hoe halen sommige mensen het toch in hun hoofd om te denken dat hun prutswerk hier zou worden uitgegeven. Ja. Ga zitten, Nel. Dit is overigens juffrouw Hartsuiker, doet hier correctiewerk en zo. Dat is een reuze meid op wie je echt kunt rekenen. Nel van der Hoed Smulders. Een kopje koffie? Kopje? Is misschien niet zo'n gek idee. De emmer is meteen weer zo'n sloot. Ik heb toch helemaal niet op je brief gereageerd? Dat zag ik al aankomen. En daarom schreef ik je ook. Als ik niks van je hoor, neem ik aan dat je me in ootmoed wil ontvangen. Wat ben je toch een afschuwelijke jongen? Vind je me echt heel lelijk? Alles wat je me hebt aangedaan heeft niet mogen baten. Ik hou van je. Ach. Het is verschrikkelijk. Ik kan er niks aan doen. Niet te geloven hoe verbazingwekkend mooi en zorgvuldig je dit interieur tot in de kleinste details in je boek hebt beschreven. Meneer en mevrouw, onze lunchkaart van vandaag. Mevrouw van der Hoed, hoe vindt u onze verbouwing geworden? Leuk wel, hè? Ja, alle oude troep eruit, alles is nieuw. Wit weentje, mee beginnen maar. Is dit wat? Ik ben het, Gloria. Ik ben zelf ook helemaal vernieuwd. Ja, ik ben op tv geweest in Avro Surfers Salon. Heb ik gratis een behandeling gehad van een kapper en een visagist. Goed gelukt wel, hè? Ja, ik vond mezelf toch een beetje sloom. Nu ben ik ook nog met mijn tanden bezig, maar dat is nog niet klaar. En dan ga ik ook nog mijn neus veranderen, maar niet alles tegelijk. Flesje witte huiswijn maar doen dan, ja? Dit is dus die Gloria. Op een haar met Govert getrouwd. Achteraf toch maar goed dat het niet zo ver kwam. Nee, want... Oh, het is en blijft een fijne meid. Maar Govertje zou toch wel wat tekort komen. Ze kan niet koken. Oh. Ja, op zichzelf geen enkel punt, want daar een vrouw er altijd voor op moeten draaien. Maar hij kan er dus helemaal niet zo. Ze zouden elkaar dus zogezegd nimmer een kool kunnen stoven. Inderdaad, een slechte basis voor een goed huwelijk. Maar toen dat bleek, waren het wel de rapen gaar. Dat heb jij goed gezien. Nu maar hopen dat de kok daarvoor verantwoordelijk is. Je bedoelt, ze is zwanger. Oh, ze is inmiddels... Een kok? Ja. Ze is inmiddels heel gelukkig met de kok hier, die ze al tot proprietair heeft deed op te werken.
Over. Rustig daar, hè. Sorry, mijn fout. Kijkt u eens? Al wat uitgezocht? Wij kijken nog eens. Maar meneer Bussenberg... Zou de Leo zeggen. Dat Gloria uiteindelijk voor Rob van Zijl koos, heeft u toch gelezen? Niet iedereen. Luister de pagina met de huwelijksadvertenties uit. Jammer dat u niet bij ons trouwfeest aanwezig kon zijn. Maar het is natuurlijk nooit te laat voor een cadeautje, mevrouw van der Hoed. Kijk maar wat u doet. Mag ik u en uw... iets te drinken aanbieden? Goed getimed aanbod, jonge vriend. Dit is... Ja. Nou... Op mijn boek. Ik hoop niet dat je het verkeerd begrijpt, maar het is natuurlijk nog lang geen boek. Ik begrijp het. Dat drukken en binden vergt ook tijd. Ik zal het je maar eerlijk zeggen, maar mijn baas, de heer Van Rossum, had je manuscript al in de container geflikkerd. Nou ja! En ik heb een 1 exemplaar. Ik heb het opgediept, omdat ik erin geloof. Het zou wat kunnen worden als wij er samen wat aan sleutelen. We maken er een sleutelroman van. Ik was toch al van plan de echte namen te veranderen. Omdat anders misschien te veel blijkt dat ik al die gebeurtenissen eigenlijk niet zelf heb verzonnen. Lieve Nel, schrijven is meer dan... Oh, jij vindt het natuurlijk ook niks. Zeg het maar. In principe hebben we goud in handen. En ik als vakman zie het al blinken. Maar het moet nog worden gezeefd, gesmeed, vorm krijgen. Wil je me helpen? Dat wil ik zeker. Het punt is alleen dat Van Rossum slechts akkoord gaat als ik het risico neem. Nou. Hij is bereid jou uit te geven op voorwaarde dat hij mij niet betaalt voor de tijd en inspanning die het mij kost om mij helemaal op jou te werpen. Onbetaald verlof, zeg maar. Dan zie ik verder geen problemen. Dan zijn we er nu uit. Ja? Dit is de gelegenheid om het speciale potje te gebruiken. Het speciale potje. Gloria, u dat soms warm aanbevolen. Shit, liedjesdag. U doet mee? Ja. Ga nou maar werken. Karel zou het ook zo gewild hebben. Jammer dat hij mijn doorbraak als schrijfster niet heeft mogen meemaken. Zie je dat? Wat? Adriaan van Dis. Doe dat nou niet. Die van Dis is zeer eigenzinnig. Moet je toch heel anders inpikken. Die laat zich niet zomaar inpakken. Laat mij dat nou maar aanpakken. Oh. Maar ik heb hem wel pas een heel uitvoerige brief geschreven. Nou. Zeg het maar. Ik kan nu alles hebben. Je bent er nog lang niet. Jij dacht dat ik het bij 1 boek zou laten? Je eersteling is nog te dun voor een echte roman. Te dun? Ja, we zullen nog een flink stuk aan moeten breien. Waarom stop je eigenlijk zo abrupt bij die zelfmoord van die oudste zoon? Op zichzelf een grappige vondst, maar... Heb je dan niet verder gelezen? Was niet meer. Dan heb jij mijn tweede zending niet ontvangen. Heeft Gerard die dan niet bij jullie bezorgd? Dan ga ik nu naar hem toe. Gerard zou nog een pak bij ons hebben afgegeven. Nou, bel die dan even op. Veel te gevaarlijk. Mijn broertje gooit het nog liever weg dan dat hij zou toegeven dat hij het vergeten is. Ober! Ja, mevrouw van der Hoed, even over het door u opgeworpen speciale potje. Zo'n brutale ap, waar bemoei jij je mee? Neem mij niet kwalijk. Weet je wat? Ik nodig je hierbij uit vanavond voor een etentje bij mij thuis. Weet ik misschien meer. 7:30. Is dat goed? Is goed. Zij vroeg toch om het speciale potje? Zeker weten. Mag ik u iets vragen? Doet u al. Reuzelijk. Maar dat speciale potje spreekt me wel aan. Het lijkt me wel iets voor mij. Wat mag het zijn? Wat mag het zijn? Dat is het vragenstel ik, begrijpt u? Maar ik wilt u even zo goed wel uitleggen, hoor. Een speciale potje, laat ik het zo zeggen. We hebben liever dat u daarmee in uw maag zit dan wij. Dat lijkt me grammaticaal een ongeoorloofde samentrekking. Neemt u toch wat anders? Toch nog een welbesteed dagje van deze te maken. Wordt een super soufflé. Van alles en nog wat in verwerkt. Voor Albert Wils. Kan niet missen. Weet jij, Roelof? Hé, niet voor het raam. Zien de buren hier toch? Nou maar eventjes douchen. En dan gezellig op bed. Een goed tijdschriftje bekijken. Thank you.
Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, van die dame daar. Oh. Kom even bij je zitten. Maar best. Wacht je op iemand? Ik heb hier straks een zakenbespreking. Hoop ik. Interessant. Dat hoop ik ook. Ik zit in de computerbusiness. Software. Leuk. Nou, programmaatjes maken wel, ja. Want zaken doen met software is keihard. Oh ja? Precies waar wij nu zitten ben ik eens bestolen. Door Prins en Van Hoek. Van Prinsen Van Hoek en Waanders. Wel eens van gehoord? Forget it. Want het heet nu Zwanenpark van de Hoed Software BV. Ik ben Govert Zwanenpark. Marjolein. Dus jij bent directeur? Was. Want nadat ik hun firma met van mij gestolen goed en al had opgekocht, hebben zij me er weer uitgewerkt. Op een onbewaakt moment. Maar ik heb er wel van geleerd. Ik ben voortaan op mijn hoede. Ik heb hier iets heel interessants voor ze. Dat krijgen ze natuurlijk niet zomaar. Ik begrijp niet zo goed waar ze blijven. Oh. Wat? Zou het Handelsblad er al zijn? Ik ben zo benieuwd of mijn artikel er vandaag in staat. Een broer van mij werkt ook voor het Handelsblad. Dan... Oh, ja. Nou, van mij is meer een ingezonden brief, dus... Ik haal hem wel even voor je. Ja, die krant dan, hè. Niet mijn broer dus. Helemaal te pakken van hem. Hoe blij ik hiermee ben. Ik kan het jullie niet zeggen. Blijf het dan niet proberen, hè? Zitten wij niet mee. Nog thee? Als je wist, ja, als het zo belangrijk voor je is, begrijp ik niet dat je de bezorging daarvan aan Gerardje overliet. Ik ging toch met mijn jongens op reis naar Aruba? Bestaat er niet nog zoiets als de PTT? Enig idee wat voor een vermogen aan postzegels die erop zou moeten. En weet jij ergens een brievenbus die zoiets aan kan? Oké, maar... Oh ja, op weg naar Schiphol nog even omrijden... om in zo'n luguber postkantoor een uurtje of wat... geklemd tussen natte jassen te laten opstuwen... om tenslotte tegen een inmiddels onbemand loket te worden geplet. Niet overdrijven, Nel. Het regende die dag niet. En dit lag dus niet op de keukentafel en er lag dus helemaal geen briefje voor mij bij. Gerard, ik zie het me nog schrijven en erbij neerleggen. Dan moet het in die chaos zijn weggeraakt. Zouden jullie mij nu maar niet vertellen wat er tijdens mijn afwezigheid allemaal gebeurd is? Alles is overhoop gehaald geweest. Govert diep in de put vanwege zijn ontregelde computers. Thijsje... Maar weg was er niks. Ja, behalve dan dat briefje. En we hebben een keer... een paar doosjes gesmeerd. Ja, met marmiet. Ben je nou gelukkig dat je dat weet? Gerardje. Toen Wanda en ik maar een heel klein beetje aan de late kant bij jou thuis aankwamen. Ik had al mijn spulletjes voor een feilloos alarmsysteem bij me. Ik? Stond buiten een grote verhuisauto. Nou, niet binnen. Nee, niet binnen. Daar zag ik in één oogopslag dat er iets niet pluis was gegaan. Waarom stop je nou ineens, eikel? Och, Jezus. Heb je hem ook weer? Kunt u ons zeggen wat u hier aan het doen bent? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk.
Sinds onze laatste ontmoeting hier... zijn wij via de onvolprezen reclassering terechtgekomen in het verhuiswezen. Nee? U dacht zeker 3 maal scheepsrecht. Scheepsrecht? Als het 4 maal, jij. Het ziet er helaas naar uit dat het ook deze keer niet geheel naar onze wens verloopt. Ja, als je nou ietsje later gekomen waren... Wij hebben elkaar al eerder ontmoet en dan werkt zo'n grap natuurlijk niet meer. Noemt u dat een grap? Hier onder het mom van landmeters binnendringen en mijn geld afhandig maken. Moet ik het lollig vinden? Samen met mijn neefje op een stoel vastgebonden, lijdzaam jullie hoofdtocht hier te ondergaan? Gerard, dat vinden ze zelf toch allemaal al? Dit keer was het de bedoeling dat mevrouw van der Hoed Smulders haar woning leeggeroofd zou aantreffen. Zien jullie zo te lullen? Laten we smeren. Zit toch al genoeg in de wagen, Johan? Johan? Gerrit gaat altijd zo in zijn rol op. Gerrit? Diederik? Diederik Groesbeek? Maar eigenlijk gaat u dat inderdaad geen reet aan. Oké, stoppen maar, jongens. Hier hebben we niks aan. Ik zal het u nu maar zeggen. 2 eerdere, zojuist door u gememoriseerde pogingen, mislukten... doordat onze cameraman vergeten was een filmpje in zijn tv-camera te doen. Respectievelijk, omdat hij vergeten was de lensstop... te verwijderen. Hoe vind je die? Wilt u zeggen dat... Frits Wafelbakker. Van het programma met de verborgen camera. Die is goed. Daar zijn we dan mooi ingetrapt. Hoor je dat, Wanda? We komen op de televisie. Zou ik niet echt op rekenen? Nee, want we hebben het u nu al verteld. En waarom deed u dat dan? Dat geeft niks hoor, want wij kunnen ook toneel spelen. Ik heb zelfs met het Plankeniers-theater nog een keer in Wachting op Godot gestaan. Waar is de camera? Kijk, daar. Ik geloof er geen snars van, maar ik ben blij dat ik het nu tenminste weet. Jij gelooft niet dat ik kan acteren? Oh, dat wel hoor, maar dat kan iedereen. Kijk maar naar RTL 4. Goede en slechte tijd. Dat zijn daar toch vakmensen? Die jongelui die van niets weten in no time kunnen laten uitgroeien tot televisieberoemdheden. Het zal me vette worst wezen. Wat geloof je dan wel niet? Dat die lui die mijn huis binnendrongen echt van de televisie waren, dat maak jij mij niet wijs. Ik moet naar huis. Ik moet koken. Leo kan dadelijk komen. Leo? Wat zit er nou eigenlijk in die envelop? Gaat jullie geen steek aan? Zullen jullie nog wel merken? Wat ik nou nog steeds betreur, is dat we ze zomaar hebben laten gaan. Ja, maar 4e keer zullen ze toch wel uit hun hoofd halen. We hadden ze die hele verhuisauto ook zelf weer moeten laten leeghalen. Doe je geen gekke dingen? Gerard, is het echt waar dat jij bij het Plankeniers-theater hebt meegespeeld in Wachten op Godot? Ja, als Godot. Maar je hebt gewonnen. Ja. Uiteindelijk heeft de krant je stukje toch geaccepteerd. Zou je dit toch nog even voor willen faxen? Ruim hier een beetje op. We krijgen bezoek. Ik moet koken. Dat heb ik vandaag gedaan. De oven staat aan. Hey, blijf af! Nou is hij dus ingezakt. Heb ik dus de hele dag hard aan gewerkt. Wat is hier gebeurd? Laat nou maar. Ga de keuken uit. Dan zal ik proberen te redden wat er te redden valt. Dan zal je hem hebben. Wie? Goedemiddag. Mag het ook avond zijn? Heb ik wat langer plezier van uw wens. Van hetzelfde overigens. Leo, kom verder. Dit is Govert. Leo Bissenberg. En dit is... Simon! 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 Even pauzeren, Babette. Simon! Oh, ik was even weggedond. Zware dag gehad, Simpie? Overladen programma, maar... Het verliep allemaal heel prettig en gesmeerd. Fijn.
fijn dat je weer zo goed aan de slag bent, Simon. Maar denk je ook een beetje om jezelf? Laat je niet afbeulen. Je moet ook kunnen delegeren. Nou, sommige werkjes kun je toch echt alleen maar zelf opknappen, man. Je kan wel eens iets overlaten, maar je kan er toch nooit echt bij weg. Heeft hij van mij, hè? Ik blijf ook altijd doorploeteren tot het echt helemaal naar mijn zin is. Het overkomt me wel eens dat ik niet eens in de gaten heb dat inmiddels de ochtend kriekt. Doodmoe, maar die voldoening die het geeft. Schrijven is het mooiste wat er is. Ga toch zitten, Leo. Ik. Wat drink je? Hey, kom op. Fax ik meteen even het krantenstukje. Dan heb je alleen onze Thijsmannetje nog niet gezien. Ha, laat hem maar even. Hij is zo druk voor ons aan het koken, die lieve schat. Als je het leuk vindt, dan laat ik je zo meteen het hele huis even zien. Oh ja! Terecht! Kan je alles vertellen van de paard gekruist, omarmend en gebroken? Ben ik heel erg in geïnteresseerd, maar... Staand, slepend en glijdend. Ja, maar ik moet nog even gauw een goede slag zien bedenken en op de post doen. De appelmoesprijsvraag sluit morgen. Doen we dat eerst? Ja, zonder rijmwoorden blijft het behelpen en krijg ik niet af. Als u me wilt helpen, dan ben ik er vanaf. Dat is slap, vol rijm. Wacht nou, eerst buigen we ons over die slagzin. En dan kunt u mij inwijden in de beginselen van de dichtkunst. Hier. Bij jou gaat het meisje nog altijd voor het werk, hè? Jaloers? Ik heb vandaag een meisje ontmoet dat ik vast nog een heleboel kan beleven. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Ik heb me werkelijk de hele dag het schompes... Ik geloof het wel, Simpie. ...gezaagd, getimmerd. Maar wat is die schat dolblij met haar nieuwe boekenkast. Ja. Nog even over die kerel beneden, hè? Zou moeder... Misschien ook weer eens behoefte hebben aan een nieuwe boekenkast. Zal ik jullie nu onthullen wie en wat, meneer Bussenberg? Meneer Bussenberg en ik hebben elkaar al eerder ontmoet. Oh ja? Ik ben heel blij dat we elkaar nu weer tegenkomen. Want dan kan ik u even zeggen dat... Nou ja, dat het me ontzettend spijt dat ik me zo onbehouwen tegen u heb gedragen... terwijl u me nog zo fijn in de brand hielp met die slagzin voor de appelmoesprijsvraag. Wat? Ja, nee, ja. Ja, inderdaad. Wat nou? Ach. Oh, wat leuk, Thijsje. Leo Bussenberg is dus redacteur van uitgeverij Van Rossum. En hij gaat mijn roman bezorgen. Bij wie? We dachten eerlijk gezegd dat er iets meer tussen jullie... Dat hij van plan was om, nou ja, dat jullie... Nee, hè, meneer Bussenberg.